Was het te veel net niet vandaag? Nou, kijk, het net niet ontstaat doordat je binnen 2 minuten meteen al achter staat. Dus je kan met frisse moed en met bepaalde strategie en wedstrijden ingaan. Dat deed Ajax ook. Ja, en die worden in het zadel geholpen door zo'n vroege goal. Terwijl ze al op de counter wilden gaan spelen. Nou, dan maken ze de ruimtes heel erg klein voor ons. Dat vraagt veel energie. De eerste helft heeft heel veel gevraagd van ons. Ik vond de eerste helft wel, buiten natuurlijk de goal, vond ik dat we goed speelden. Met veel drive naar voren, veel beweging. We creëerden ook een paar mogelijkheden. Nou, dan moet je geluk hebben dat we daar even van maken. Want dan zitten we wel weer in de wedstrijd. Ja, nou, hoe lang die goal uitbleef, hoe moeilijker het werd. En zeker na de 0-2, de tweede helft. Ja, toen was het een vechtwedstrijd met onszelf. We hebben weinig meer kunnen creëren. Wel hard gewerkt, iedereen heeft echt geknokt, gegeven wat hij in zich had. Maar het was niet genoeg om de wedstrijd meer naar ons toe te trekken. Zeker in die tweede helft werd het onrustiger, denk ik. Ja, in de aanloop naar de 0-2. Ja, het wordt ongeduldig, wilde te snel forceren, er komen er veel ruimtes te liggen. Ja, vandaar ook de wissel van Frank, dat snap ik, met het inbrengen van de snelheid. Nou, dat straffen ze goed af. Dus die tweede goal is natuurlijk dramatisch gedaan van ons. We verliezen 3 duels achter elkaar. Ja, en dan staan ze zo vrij voor Jeroen, ik kan niet meer inschieten. Ja, en dan weet je bij 0-2, dan wordt het heel erg moeilijk. Ja, dat is... Wat een mooie week had moeten worden, is nu toch een hele vervelende geworden. Ja, dus een hele frustrerende middag. Je staat achter nu in de competitie. Maar het kan nog niet gelopen zijn, zeg maar. Er zijn nog 6 wedstrijden. Oh ja, kijk, we staan hier natuurlijk heel teleurgesteld. Omdat we hadden gehoopt om 4 punten voor te staan. Dat is niet gelukt, maar dat wil niet zeggen dat we nu de kop naar beneden gooien en de handdoek in de ring gooien. We gaan... absoluut strijden voor wat er waard zijn. We zullen tot de laatste wedstrijd proberen om het maximaal aantal punten uit de wedstrijden te halen die we nog moeten gaan spelen. Alleen ja, je moet afwachten of Ajax nog punten gaat morsen, zodat we nog kampioen kunnen gaan worden. Maar wij zullen zeker niet opgeven.